Goedemorgen en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Het is vandaag zaterdag. Ja, zaterdag. Ik ben echt helemaal met de dagen in de war. Maar het is zaterdag en ik ben lekker een dagje vrij. Mijn haar is lekker vettig vandaag. Maar goed, dan ga ik vanavond wel douchen. Heb ik nu geen zin in. En onder valt het wel weer mee, maar daarboven. Daar is niet zoveel aan te doen. Maar goed, dan een beetje iets naar beneden. Dan valt het niet zo erg op. Pascal en ik gaan straks eventjes naar nieuwe meubels kijken voor in ons huisje. Want het is ook zo bijna zover dat we de sleutels krijgen. Dus dan moeten we ook wel eventjes op zoek gaan naar meubels. En, want we hebben natuurlijk onze oude meubels verkocht. En we hebben niks meer. Dus dan is het wel handig om dat eventjes te gaan doen. Verder willen we misschien nog eventjes de stad in. En mijn kleine Boefie ligt hier. Schatje. Ja, die gaat niet mee op zoek naar meubels, maar wij gaan eventjes snel op zoek. Eventjes kijken, we hebben al wat in gedachten al een hele tijd. En nu gaan we ook eventjes kijken in de winkel of het ook echt wat is. Want anders moeten we nog weer op zoek naar wat anders. Dus dat is even wat we gaan doen vandaag. Verder voor vanavond nog geen plannen, maar goed, dat gaan we allemaal zien. Ik hoop dat je zin hebt in deze video. Doe dan lekker je duimpje omhoog. En mocht je nog niet geabonneerd zijn op mijn kanaal, doe dat vooral en druk dan op de rode knop hieronder. We hadden het erover dat we nu weg moesten gaan, maar volgens mij vind jij dat niet zo'n goed idee. Hey. Vind je dat niet zo'n goed idee? Ga je nu bij Pascal zitten, zodat hij niet mee kan? Ja, volgens mij wel. Je bent echt een boefje. Hier in Haaksbergen en echt super mooi. Ze zijn echt gelukkig uit, hè? Ja, ik wil even kijken of het kwaliteit is. Ja, maar het zag er echt goed uit. Ja. En ik heb hem een stukje gefilmd, heb je net gezien. En dat gaat dus als het goed is worden straks in ons huis. En goed, het duurt nog even een paar weekjes. En dan gaan we ook terug, want we hebben ook geen plek om het op te stallen en om het al mee te nemen en zo. Want we hebben de Allsafe al helemaal vol zitten. En ja, met mijn ouders gaat ook natuurlijk niet meer. Dus we moeten tegen die tijd gewoon even terugkomen. En er zit ook niet echt een leeftijd op. Dus dat is echt ideaal. Ik ga even kijken hoe deze rotonde werkt. Dat is een hele bijzondere rotonde. Hij is niet rond. Ik moet hier links, hè? Ja. Maar goed, het was wel echt heel erg mooi. Dus ja, we zijn er wel over uit. Nu rijden we richting Enschede. Ik ga eventjes de stad en ik moet nieuwe werkschoenen hebben. Dus daar moet ik even naar kijken. En ik had toch al wat gezien op internet. Dus ik moet even kijken naar hoe ze op internet zijn. Misschien is het niks. Dus daar gaan we even naar kijken. En dan gaan we straks ook weer terug naar Luxe. En dan moeten we nog even plannen maken voor vanavond. Maar ik denk dat het gewoon lekker een lekkere avond wordt. Misschien kunnen we ook nog naar de bioscoop. We moeten even kijken of het filmpje draait. Ja. We gaan in ieder geval nu naar Enschede. Ik zet de camera uit en dan zie ik je straks weer in Enschede. Wij zijn aangekomen in de stad. Mega moeite met parkeren. Maar we hebben gelukkig een plekje gevonden. Thuis uit de stad en hebben lekkere oliebollen gegeten. En ik zal nog even laten zien wat ik gekregen heb en wat ik gekocht heb in de stad. Ik heb voor mijn werk nieuwe schoenen gekocht, want ze waren echt kapot. Ik had er gewoon een gat onderin zitten en ik heb gewoon hele simpele nieuwe gekocht. Eigenlijk zelfs wel dat ik nu heb van de Van Haren en die zijn altijd heel erg prima. Ik vind het altijd wel een heel mooi modelletje, dus die heb ik gewoon gehaald. Alleen nu net ietsjes anders, maar ongeveer hetzelfde. Wat een rare zin, maar je snapt vast wel wat ik bedoel. En ik heb nog een kerstcadeautje gekregen van Pascal, want dat had hij voor mij willen halen voor kerst. Maar toen was hij er niet meer en net waren we dus bij de Hudson Bay. En toen was hij er wel weer. Dat is deze hele mooie Tommy trui. Hele leuke gekleurde lettertjes op. Echt super mooi en ook heel fijn stofje, dus daar ben ik heel erg blij mee. Die heb ik nog voor de kerst gekregen. We zijn inmiddels alweer een paar uurtjes verder en ik heb eventjes niet gevlogd. Ik ben mama nog naar het dorp geweest. En toen helemaal verregend. Maar goed, het was toch al vet. Maar nu is het echt helemaal een verregend bosje haar. Pascal, ik ga zo eventjes naar Duitsland. Ik moet nog even tanken. Dus daar ga ik even naartoe. En dat scheelt natuurlijk ook weer. En dan vanavond lekker rustig avondje. Misschien dat ik even een spelletje ga doen of zo. Maar goed, dan moeten we eventjes zien. Of gewoon lekker lui op de bank. Maar ik moet ook in ieder geval nog eventjes douchen. Want dit ziet er gewoon echt niet meer uit. Lux, wat krijg je voor lekkers? Ah. Je pest hem ook gewoon. Ja, dat is mooi. Best wel heel lief, hè? Ja, hij doet wel zachtjes. Heel zachtjes. Schatje. Ik ben echt lekker verregend, maar we zijn onderweg naar de netten. Of we zijn eigenlijk
bij de Netto. We hebben net even getankt. We gaan nu boodschapjes doen. En yoghurt. Want yoghurt is hier super lekker. En echt heel goedkoop. En dat neem ik eigenlijk elke ochtend als ontbijt. En dit zijn dus de super lekker goedkopere toetjes. Deze jongen houdt van winkelen in de Duitse supermarkt. Deze is echt super leuk. Geen idee of het lekker is, maar een klein flesje granaatappel prosecco. En ze hebben hem ook in mango. Wij zijn weer thuis van het boodschappen doen. Heerlijk veel yoghurt meegenomen, maar goed, ik had ook niet meer. En ik vind het gewoon fijn om daar 's ochtends mee te ontbijten. En het is ook gewoon heel erg makkelijk. En we hadden ook bijna gratis 2 bierkratjes meegehad. Maar ja, ik vond op een of andere manier toch niet dat ik dat niet kon zeggen. We stonden bij de kassa en die man die zei, is 10 euro. Maar toen dacht ik, dat gaat niet kloppen. Dus ik zei, ja, heeft u de kratjes wel berekend? Maar dat had hij dus niet. En ja, ik voel me ook niet goed bij om dat niet te gaan zeggen. Dus ik heb het ook gewoon eerlijk aangegeven. Maar ik was wel even benieuwd van, goh, wat zouden jullie doen? Zou je bij de kassa aangeven dat je nog ook de kratjes niet berekend waren? Of ga je gewoon verder en dan denk je, oh, ik heb 2 gratis kratjes meer? Ben ik wel benieuwd. Nou, ik kon het niet. Ik vind dat ik dat dan gewoon moet zeggen. Zo eerlijk ben ik dan ook wel weer. Maar goed, toen was het ineens een stukje duurder. Maar goed, daar gingen we ook van uit natuurlijk, want anders hadden we het niet gekocht. Nu zijn we al eventjes weer thuis en ga ik nu lekker douchen. Want ik stoor me nog steeds aan mijn haar. En dat moet even gedaan worden. En trek lekker de pyjama aan. En als het goed is, gaan we dan even een spelletje doen of tv kijken. Ik weet nog niet. Aan de ene kant hadden we zin in de Monopoly. Aan de andere kant misschien ook wel gewoon een filmpje. Geen idee wat het gaat worden. Dat zien jullie straks en dat zie ik ook. Maar ik ga nu eerst lekker even douchen. Ik heb echt super lekker gedoucht. Ik heb gewoon mijn badjas aangetrokken. Pyjama broek en lekkere warme slofjes. En ik ga weer deze hele fijne haarspray in doen. Dat is ook voor je gezicht en voor je body en zo. Maar ik wil gespreid hem dus altijd in mijn haarpunten. En ik merk gewoon echt dat ze dan een stukje zachter worden. En mijn haar groeit natuurlijk. Dus dat is ook echt heel erg fijn. Verder ga ik even mijn nagellak eraf halen. Ik weet niet of je het goed kan zien. Maar dat ziet er dus echt niet meer uit. Ik denk dat ik even een ander kleurtje op ga doen. En ze ook eventjes ga knippen. Kijk nou, mijn schatjes. Hè? Lig je weer lekker? Lux ligt dus echt gewoon graag zo in de armen van iemand. Je bent net een baby, Lux. Oh, en trouwens hier. Oh, ik stap even over je heen. We hebben echt super mooie bloemen meegenomen voor papa en mama. Tenminste, ik vind ze echt heel erg mooi. Die hadden we in Enschede gekocht. Een hele grote bos. En deze zijn trouwens exact hetzelfde als de rozen in mijn trouwboeket. Pascal, ik wilde een spelletje doen, dus wij net op zolder helemaal onderdoor gekropen om een spelletje op te zoeken. En toen dachten we gaan Monopoly doen, maar die was er niet. En ik weet ook niet waar wij de spellen hebben. Waarschijnlijk gewoon bij de Allsafe, net als de rest van de spullen. Dus dat wordt een filmpje kijken of in ieder geval tv kijken. We hebben in ieder geval wel lekkere hapjes gepakt en die gaan we op tafel zetten. En dan gaan we dat gewoon lekker opeten. Maakt het in ieder geval wel gezellig, maar goed, wel behalen dat we nu dus geen spelletje kunnen doen. Ik heb een beetje een rode neus, want Lux die ben je net ongeluk in mijn neus en we gaan het spelen en deze, hop. Dus dat doet nu een beetje pijn. Maar ik wilde ook even vertellen hoe deze smaakt. En ik vind het niet zo lekker. Het is namelijk een beetje heel erg zoet. Het smaakt naar de rode WKD een beetje. En ik hou echt niet van heel veel zoetigheid. Ik heb dan liever droge witte wijn en dat soort dingen. Dus dat is totaal anders. Maar goed, op zich, het is wel te doen. Maar ik had er wel wat anders van verwacht. Ik heb net mijn tanden gepoetst en gezicht zo gemaakt en een crème opgedaan. Nagellakjes had ik net al opgedaan en Lux vindt de nagellak op een of andere manier gewoon niks. Die is daar bang voor. Ik denk of zo voor de geur, maar ik weet het niet zeker. Goed, ik ga nu lekker slapen. Ik ben al moe en morgen moeten we vroeg uit. Dus ik blijf nog even lekker beneden zitten. Maar goed, die is lekker vrij. Ik hoop dat je een leuke video gevonden. Ik denk dat het wat kort is, want ik ging echt van de hak op de tak vandaag. Maar goed, zulke dagen heb ik ook gewoon nu eenmaal dat het een beetje anders loopt. En ja, dat ik van het een naar het ander ga. Zo ben ik ook wel een beetje. Maar goed, dat was de video vandaag. Ik hoop toch dat je het leuk vond. En de volgende keer weer kijkt. Doei doei!